Yo mensen, Jaraski hier en wacht bij natuurlijk weer één nieuwe aflevering van natuurlijk van de Call of Duty Black Ops 2 campaign. Hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Plays. Vandaag gaan we even verder waar we gebleven waren, want in de vorige aflevering hebben we een soort van training facility missie gedaan. En nu gaan we natuurlijk weer door met de echte main quest. Dus vind je deze zin een leuke, dan natuurlijk sowieso kan je het liken op elke zaterdagavond 1900 uur, oftewel 7 uur in de avond. Komt er een aflevering van online, tot we natuurlijk de game uit hebben. En de objective is Secure Raul Menendez. Dus ik ben er klaar voor, ik ga nog even kijken of ik een ander wapen aan kan zetten. De Galil is wel chill, maar we kunnen nog een red dotje erop zetten. We hebben ook een beret aanstaan zoals je kan zien. Een super chill wapentje. En dan kunnen we nog Extended Max opgooien. Nee, doe maar Fast Max, dan kunnen we heel snel reload namelijk. Ja, top. En dan kunnen we hier even nadenken. Doe maar een flashbang aan, want de smoke grenade heb je niet zoveel aan. En een access kit kunnen we nog adjustable stock en fast hands aanzetten. En dan hebben we de juiste class. Dus ik ben er klaar voor. Ik hoop jullie ook. Dus kom maar op. Hoppa, hoppa, recht in zijn face. So the boss is back in town. Now go get that fuck Menendez. Oh. He blames your dad for killing your sister. He also blames Woods. And now he's coming for you. Ze zijn lekker aan het vechten, man. Dude. I think Menendez is going down. Dat denk ik ook, ja. I keep seeing these flashes. The night my father died when I was a kid. Why now? Oh, fuck it. I just didn't hit you hard enough. All right, look, Woods gave us all the pieces. We just gotta put them together. Menendez was in Nicaragua. Got that from Kravchenko. He's being offered up on a silver platter by old Pineapple Face himself, Manuel Noriega. One of the perks of being the president of Panama is that you get to use the army as your own private police force. So, CIA, in their infinite wisdom, they sign off on the deal. The White House, they cut a check for $1 million, and everybody takes a victory lap. And off we go to the jungle. But we did Nicaragua. That's an accident. We don't target civilians. Dan moet je dat niet doen, hè? Dan moet je dat niet doen, hè? En ze gebruiken het leger dus als hun eigen eenheid, zeg maar. Ze, ja, ze pakten dus blijkbaar burgers op die niet opgepakt moesten worden. Of daar deden ze iets mee. It's Raul Menendez. Oeh. I told you he would be here. Your men ready to move? As soon as I give the order. Give it. Give it. Dan gaat hij hoor met zijn walkie-talkie. Quante. Quante. Yo man. Let's not fuck around here, boys. Let's smoke this bastard. Kom maar op. Ja, waar zit hij dan? Oh daar. Ik zie je wel. Ik zie je wel, jongen, in je kamer staan. The fuck? Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het wijf blijft ook echt slapen, dat kan helemaal niet, man. Oh, nu is het pas wakker. Lekker op tijd, man. Wordt er iemand naast je neergeknald? Oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo. We hebben hem, denk ik.
Ik heb niks gedaan, maar... Blijkbaar hoef ik ook niks te doen. Despierta. He dicho despierta. Hoi. Lo sacaron sin que lo vieran. Sí, no somos cuatro para restringirlo. Zo, dikke shotgun. What the f... No witnesses. What the f... Saved your life. You should be an American. What? Call it a fail. Waar ben ik hem nu? Wat de... Wat is dit nou weer dan? Hij is fucking helemaal gek, joh, deze vent. Deze vent is helemaal gek, joh. Wat is dit, man? Wat de... Deze vent is echt helemaal gek, joh. Holy shit, hé. Ligt hier gewoon een hakbel, jongen. Ik weet niet wat deze vent... Ik weet niet wat deze gozer heeft, hoor, maar... Hij... Fuck, is helemaal gek, joh. Hey, kom maar, ik heb een AK, bitches. Waarom speel ik als hem, man? Even zonder grap. Weet je wat? Ik vermoord iedereen. Ik weet niet hoe. Maar het zal wel kloppen. Hier, geef me deze Galil, man. Ik heb een Galil. Probeer me lekker te knijven, joh, Mongol. Doei. MP5, hé, geef die eens. Nee, niet met knijven nou, doe eens even normaal, joh. Beetje aardig zijn, ja, ben ik ook. En rij lekker dat hek kapot, joh. Holy fuck, die zijn er veel. Holy macaroni, hoeveel mensen zitten hier al niet. What the fuck, hé? Waarom kan niemand raak schieten, ouwe? Oh, dat zijn wij volgens mij. Dit zijn wij. What the heck? Oh, oh. Oh. Menendez's sister Josefina died in the blast? Who threw the grenade? I had no idea she was there, David. I just saw Menendez and I lost my shit. Frank, you don't lose your shit. What the fuck did Menendez do to you in Angola? Menendez, he wanted to know what the CIA had on him. He tortured my men in front of me. Thought I'd break. One by one, I watched my team die. Then he dumped us in a tin can and locked the door.
Left me in here for weeks. So yeah, next time I saw Menendez, I lost my shit. What the fuck would you do? Rustig jongen, denk om je hart. What the fuck, we speelden als hem hè nu. Oké, nu zijn we weer onszelf. Who's the girl? Doesn't matter, she's not a target. Probably just a whore. Oh kijk, hier wordt die vent neergeknald. Zie, bam. Storm eens naar binnen. Let's go. Alright, about fucking time. Ja, we moeten rennen jongens. Oké, nu zijn wij de echte. Net speelden we als hem. En nu zijn we als onszelf. Dikke oorlog in één keer, jongen. Op wie moet ik schieten, jongens? Op die. Kijk uit, jongens, de flik. Oh, defense dood. Yo. See you later, alligator. Oké, lopen, jongens. Let's go. Ik had zoveel en die kan ik niet af hoor. Ik schiet wel raak, vriend. Dat hoop ik. Waar zit ze nou dan? Ja, dat is zoveel, je vriend. Dat zegt hij net. Oh, no scope, bitch. Okay, let's go, move. Okay, let's go, boys. Oh, dank je. Dank je. Okay, we kunnen hier even iets pakken. Even kijken wat er hierin zit. Er zijn namelijk allemaal extraatjes die je dan kan pakken. Extra wapens of wat dan ook. Wat er ook mag liggen. Wat is dit? Oh, molotovs of niet? Zijn dat molotovs? Oh my god, die wil ik gooien. Die heb ik nog nooit gebruikt in Call of Duty. Oh, kill hem meteen raak. Hop. That's how we do that shit. Waar de fuck kom jij opeens vandaan, man? Yo, thank you. Deze Brett is zo chill, jongen. Oh, yo. Hier weer een molotov. Ik weet niet hoe ik die dingen moet gooien, namelijk. Die voor je. Bitches. Oh, kut. Dat was niet zo handig. Die molotovs zijn echt cool, ouwe. Er zit nou ook een multiplayer zaten. Daar kon je lachen ermee, man. Maar ja, zit er natuurlijk niet. Wow, joh, ze raken je wel hard hoor. Ga lekker voor me weg proberen te rennen, joh, Mongol. Weet je wat, ik ga gewoon via boven hier. Hij zit daar heel leuk. Dus ik loop nu gewoon via boven, man. Nee jongen, ik heb een sniper. Hier man, 5 man on screen alles. We kunnen die fiets wel halen. Ooit. Misschien. Doei. Oh kut, die hoort bij me, sorry. Zo, ze blazen het hele gebouw op joh. Ze blazen gewoon alles op joh, ze hebben er ook schijt aan hoor. Hey, erin. MG, waar zit hij daar? Ik heb hem al hoor, ik ben helemaal niet te slow. Zit er nog een naast jullie jongens? Alsjeblieft. Ze raken me echt hard, jongen, ik zweer het je.
Holy shit, hey, hoeveel kills heb ik al niet, man? Het is nu een record, man, hoeveel kills ik heb met die sniper. Zo, volgens mij heb ik iedereen. Oh nee, niet, er zit er nog één. Oh. Oh, kut. Holy fuck. Die dingen raken je zo hard, jongen. Get flashed, jongens. Get flashed, my friends. Ik moet even reloaden, wacht. Doei. Okay, let's go. Kunnen we al? Kom. Lekker doorlopen, jongens. Lopen, 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 lopen. Oké. Zo, we hebben veel mensen gesniped, jongen, is niet normaal. No, can't be. What? Oh, daar komt hij aan, hoor. Fucking Noriega. His men were supposed to secure Menendez. Oh, hij loopt erachteraan. What the fuck? Wat gaan we nou doen? Frank. Oh, wacht heel even, ik kan hier iets pakken. Even kijken wat hier zit, jongens. We hadden net molotovs gevonden, maar wat hebben we nu? We're on mission. Hoppa, wat ligt hier? Oh, mortars, nice. Nice, 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 nice. Yo, ik heb ammo nodig. Hoorde deze bij ons? Ja. Maar die niet. Die ook 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 niet. Kut, ik heb nog maar 2 kills. Fuck. Kijk, komt de moord eraan. Vangen! Oh shit. We zijn out of ammo, man, met onze sniper. Dus we moeten eventjes... we moeten even doen met onze Khalil nu. Wow, wow, yo, gek. Die deed pijn, vriend. Ja, ik probeer ze te raken, jongens. Kijk uit! Wow, yo, gek. Kunnen we ook hier langs? Oh ja, dat kan. Oké, chill. Triple! Oké, lopen, 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 lopen. Die voor jullie, jongens. Kijk, ik heb iedereen volgens mij, jongens. Jee! Goed even mij, hey, hey. Hey, goed even mij, jongens. Ja! Maar waar is Menendez nou dan? Hey, vriendjes van het goede leven. Woods, Mason. Coke Lab's in the basement. Clear it out. Grab any intel relating to the Menendez cartel. If you capture him, you bring him to me. We'll get free talk. You have your orders, Sergeant. Doei, doei. Wat gaan wij doen? Ik hoor mensen praten, jongens. Oh, wij moeten er ook in. Oké, clear de cocaine bunker. Okay, let's go, jongens. Hier gaan we. Jij mag als eerst, want jij bent... Buddy hier, ik zal maar uitkijken dat ze niet door die muur, door die deur heen schieten. Oeh. Oeh. Geheime ingang. Ik kruip hier, jongens, kom op. Ik kan sneller. Kom ik. Mason. Ja? Keep an eye on Woods. Seeing Menendez again. He's losing it. Oké, okay, yo. Okay, Hudson, I got his back. Later. Njong, we zijn beneden. Let's make this quick. I don't want to miss up bagging the real prize. You ready, Mason? Ja, één moment. Nos vamos. Kijk of ik ammo kan vinden, man. Oh. Dit is een troonhuis of niet? Oh nee, dat is gewoon een machete. Oh, fucking vet. Kan ik hier ammo vinden, jongens? Er liggen hier allemaal guns. Spas, AK, RP. Oh, geef die RPD maar. Ligt er nog meer? Val. Oké, okay, joh, we kunnen. Oh, dat was de dikste, hè, Art? De hardste spray ever, jongen. Ik zag zoveel mans en ik dacht: fuck it, ik ga gewoon schieten. Het waren 100 kogels die ik erin heb gemikt.
Maar, we hadden wel veel kills. Al die cocaïne vliegt in de rondte, man. Oh, die cocaïne vliegt in de rondte, jongen. Weet je, achter me komen, ik heb je wel door. Backreaper. Kijk, wacht, laat me even een mortar gooien, jongens. Kijk uit, van onderen, van boven eigenlijk. Die dingen zijn zo sterk, jongen. Je hoort ook alles trillen als je die dingen laat ploffen. Oh, kut. Ik zie je. En jij ziet mij niet. What the fuck was dat dan? What the heck? Ja, wacht even, ik ben even mijn RPG aan het reloaden. Gaat niet zo snel. Oké, okay, lopen. Yo, ik kom, ik ga door je heen. Oh shit, daar gaat hij hoor. Die vent is ook helemaal gek, jongen. Oh, yo. Die vent is gewoon even raak. Zo, de knetter. Oh, er zitten er daar nog meer, joh. Moet wel iedereen afknallen, hè. Daar gaat het nu om. Die vent is helemaal gek, jongen, die Woods. What the fuck ben je allemaal aan het doen, man? Oh, daar is die. En nu gaat hij de granaat gooien. Uh-oh. Oh, wat? En nu gooit hij die granaat. Uh-oh. Frank, you okay? Get him out of here. What happened, Hudson? Where's Menendez? That's him, in the body bag. From this point on, today never happened. Ik hou mijn mond. Niemand heeft gezien. Ik hou mijn mond. Ik zeg niks. Oh my god. Die granaat was mijn schuld, man. Want ik pakte zijn arm vast. Oh ja, hij is terug, ja. Hij is vermoord. Maar hij leeft nog steeds. Now it begins. Done talking. Go find that maniac. What the fuck? Hij was dus doodgaan, hè, daardoor die granaat. Maar hij is dus niet dood, want hij leeft natuurlijk nog. And now it begins. Yeah. Geen vrouw idee dat het gaat aflopen. Maar we hebben hem natuurlijk gehaald. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Volgende week, zaterdag, gaan we natuurlijk verder met intel verzamelen over Menendez, zoals je kan zien bij de objective. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze aflevering. Mocht u nou hebben genoten, dan natuurlijk zoals je kijkt op like op mijn enorm. En dan hoop ik jullie ook weer te zien bij de volgende aflevering. Die aflevering die is natuurlijk volgende week zaterdag, 7 uur in de avond. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.